Palazzo Barberini, een groot barokpaleis. De bouw ervan is begonnen in 1925 in opdracht van Maffeo Barberini toen hij paus Urbanus VIII werd. Het eerste ontwerp werd gemaakt door Carlo Maderno, maar toen hij overleed in 1629 hebben Giovanni Lorenzo Bernini en Francesco Borromini de bouw van het paleis voltooid. Dit is de voortuin van Palazzo Barberini en de tuin is afgeschermd met een hek. En daarom staat met deze tuin ook wel bekend als Giardino Segreto en in het Nederlands is dat een heiligdom. Ik sta hier in het trappenhuis van Borromini. Borromini en Bernini waren in die tijd twee sterke rivalen. En een ander trappenhuis dat aan de andere kant staat is van Bernini. Dat is anders dan deze. Dit is rond. Die van Bernini is meer vierkant. En hier staan geen grote beelden aan de zijkant. Dit is de trap van Bernini. De tegenstelling van de trap van Borromini is deze trap recht en die loopt dus vierkant en staan de beelden op de hoeken van de trappen. De Barberini's waren helemaal niet zo geliefd in Rome. En dat kwam eigenlijk vooral door het hoofd van de familie, wat die paus Urbanus VIII was. Paus Urbanus VIII deed allerlei dingen. Hij haalde bijvoorbeeld brons uit het Pantheon voor eigen doeleinden. En dat maakte hem allemaal niet zo geliefd. Er is zelfs een keer een Romein geweest die heeft geroepen: Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini. En in Nederland is dat wat de barbaren niet hebben gedaan, dat hebben de Barberini gedaan. Dat is niet zo positief over de familie Barberini. En wat hem verder niet geliefd maakte was dat hij een nepotist was. En dat betekent dat hij zijn familie gewoon aanstelde als kardinaal. Dus hij gaf zijn familie gewoon voorkeursposities. Maar uiteindelijk is de nieuwe paus toch niet iemand van de familie Barberini geworden. De nieuwe paus was iemand uit de familie Pamphili. Hier zie je de twee typen, met ook met ook een bij. Dat is omdat het kenteken van de Barberini's en hun familiewapen bestond uit bijen. Hoewel het paleis nu niet meer gebruikt wordt en alleen dient als museum, werd in 1950 hier het Europees Verdrag van Mensenrechten getekend.